Jongens, let op Jury, hè. Let op Jury. Nu we nog van hem kunnen genieten. Kijk eens wat hij doet. Soepel in de heupen. Kijk eens wat hij doet. Kijk eens, hoor. Soepel, hè. Soepel in de heupen. Wij ambiëren. Nieuwe carrière. Pas op hoor. Ja. Volgens mij bed hem gewoon met banden. Ik zou hier vrij maken dat je dat zand weer kan verplaatsen hierin. Ja, dan moeten we even kijken, want we moeten ook helemaal al die banden. Dat kan die erin leggen. Ja, rechtop. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Morgen. Hallo. Kijk eens, hier wordt gewerkt. Goed hè? Oh, de heer van de kaas. Ja. Zullen we dat even doen, thuis? Ja, dat. Oh, dit ziet er wel mannelijk uit, laat ik hem zo. Blij dat je eerlijk bent vandaag, Daniel. Ja, het ziet er wel mannelijk uit. Het is ook een... De lamellenkoning. De lamellenkoning, ja hoor. Ding, 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 ding. Kijk, ik zit meestal zo op. Dan gaan we naar beneden. Dan moet ik het bovenop doen. Speciaal gedaan voor jou. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, dan hebben we denken. Harry staat te maken. Harry. We waren al tegen de wenteltrapje, anders moet je ze terug gaan brengen. Kijk, normaal zijn wij stratenmakers op zee. Als je nou even een paar tegels voor je wenteltrapje bewaart. Een grote trap hebben. Waar is dat? Jury? Die betalen hoor, die gaan we ook bewaren. Moet je weer terugsjouwen? Nee, van jou helemaal niks terug. We gooien ze er lekker in de plomp zo. Zo, dat staat er ook op. Goedemorgen. Lekker ongenuanceerd. Buk nog eens. De camera stil houden als je lacht. Kom maar, ver. Maar niks te zien. Jammer. Anders waren het toch alleen maar spieren geweest. Nog eens? Oh nee, oh wacht, ik moet wat lager. Of moet ik zo? Zo. Doe nog eens. Oké. Wat? Gouden sneeuwwitje? Oh. Hier word je heel misselijk van. En kijk, wat doet Juanita? Haar 10-dagelijkse bezigheid. Ja, dit is het dus, hè, de voedselbank. In Huizen. Opzichter. Peter. Kratten wassen kunnen we doen. Spul ophangen, hebben we gedaan. Stelling een beetje vastzetten. Nou, wat hebben we opgehangen? Ja, stelling vastzetten, dat is nog een actiepunt. Ja, nou, dat is de enige voorlopige. Maar schroeven zijn niet in je voeten staan, toch? Nee, maar we hebben een heleboel schroeven, dus een paar schroeven komen er uit. Ja? Maar de schroeven die ze gekocht hebben, dan kan je over daar nadenken. Kijk, Erik en ik zijn in ieder geval voorzien. Dat is wel heel professioneel wat je aan het doen bent, hè? Nou, wij ontdekken die met z'n drieën gewoon verborgen. Wat is die nou aan het doen, man? Alex is een beetje... Maar je kan niet lukken, want er staat een scheef. Weet je wat? Laten we doorgaan. Dat we ze allemaal scheef moeten zetten. Een beetje spuug erop. Je moet ook iets dichterbij, want er is nog iemand om de hoek. Jury komt er zo aan. Ja, zo. Ja, als het klaar is. Even zijn werk afmaken. Wat? Je moet hij zijn haar doen. Even zijn werk afmaken. Ja, je werk dan. Het was geen werk hier. Dat was net niet. Sorry. Oh, dat is er een kapot. De onderste. Ja. Wie verteren net als met... Om je stap. Niet te veel bewegen, jongen. Fem, schiet eens op, joh. Ja, maar kapot. Hé, slaap je rijden. Pas morgen pakken niet zo.
gemaakt worden van die burgeroorlog. Dat wordt gewoon een marktfeest. Ja, morgen, de hele dag op de stoel zitten, kom op. Ja, morgen doen we weer lekker niks. Ja. Lekker weer een beetje lopen. Een beetje op de knoppen drukken. Uit, zo. Nou, Femke. Koep chaos. Koep chaos. Kijk, die gaat trainen bij hoekje. Oké, jij een vrije schoot. Weet ik hoe het heet. Ik kan nog harder staan. Ja. De trap van Karel. Nee, die kunnen in de karton komen. Kijk eens. Nou. Koekoek. Bomba. Ik denk toch dat jouw billen daar beter hadden gezamen. Staat die fiets weer in de weg? Van wie is die fiets? Ja, ja, van wie is die fiets? We hebben bij het dat die dingen wat scheef staan. Ik vind het mooi. Nee. Nou, je hebt nog eerst je werk moest kijken. Waar komt mee? Kom maar de schep weer. Voor jou kan de indicatie zitten, maar ja. Ja, hier. Waar kun je het roepen? Ja, ja, ja.